Nederland heeft een partij medische attributen geschonken aan Suriname. Het betreft onder andere 18 beademingsapparaten en een grote partij beschermingsmiddelen. De tijdelijke zaakgelastigde van Nederland, Henk van der Zwan, liet weten dat de waarde van de donatie 3,5 miljoen euro bedraagt. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte dat deze geste goed past in het kader van de beheersing van de COVID-19-pandemie. Naast deze donatie hebben Nederlandse specialisten geholpen bij het beschrijven van de COVID-19-protocollen voor zorginstellingen. De donatie is volgens Van der Zwan gedaan op basis van de behoeften van Suriname in de strijd tegen het COVID-19-virus.